Dag dames en heren, ik ga dit video weer beginnen met een warme oproep. Namelijk, sinds gisteren al staan onze nieuwe weerkaarten online. Dat zijn weerkaarten van de weermodellen GFS en Icon. Daar gaan in de toekomst ook nog wel enkele weermodellen bij komen. Maar ik zou zeggen, als u voor ons een testpersoon wil zijn, met andere woorden, als u onze weerkaarten wenst uit te testen en daarna ook de nodige feedback wil geven, dan kan dat. Wat moet u daarvoor doen? U moet gewoon een mail sturen naar weerkaart@noodweer.be en dan gaat u een mail krijgen met diverse gegevens over hoe u toegang kan krijgen, exclusief uiteraard, tot onze weerkaarten. Dus toch wel de moeite om u even aan te melden en laat dan zeker ook even weten wat jullie bevindingen zijn. En dan naar de orde van de dag, en dat is het weer. Wel, de weerkaarten hinten op een flink warmer scenario die eerste dagen van april, zeker richting het weekend. Dus laten we even kijken wat er allemaal in de kaartenbak zit. Wel, ja, om te beginnen natuurlijk, komende nacht is het gewoon droog met vrij brede opklaringen, rustig weer ook, en dat bij minimaal tussen min 2 en plus 6 graden. Voor morgen verwachten we eigenlijk, ja, droog weer, er zal wel een mix zijn van wolken en opklaringen, dus het zal niet meer zo zonnig zijn als vandaag bijvoorbeeld. Bovendien verwacht ik in de loop van de namiddag in het midden en noorden van Nederland ook kans op een lokale regenbui. Er staat nog steeds een matige tot soms vrij krachtige westenwind. En ja, die gaat die temperaturen die hier vermeld staan, een 10 tot 12 graden, dat zal toch waarschijnlijk een beetje frisser aanvoelen met die vrij stevige wind. En ook op vrijdag fris weer met 7 tot 10 graden. Dat is echt wel vrij koud wel. Met wisselvallig weer in Nederland en in de Ardennen. Vlaanderen zit daar waarschijnlijk wat tussen. Dus daar verwacht ik iets vaak wat droger weer. Daar gaan ook wel wat buien vallen, maar toch wel minder dan in Nederland en in de Ardennen. En dan kan het alleen maar beter, en wel dat zal het ook doen op zaterdag met toch wel wat meer zonneschijn al op sommige plaatsen. Vooral voor de middag hangt er nog wel wat bewolking, maar na de middag zie ik toch echt op de meeste plekken gewoon brede opklaringen. Het is ook zacht met 10 tot 13 graden, wel zo zacht is dat nog niet, maar zeker in het zuidwesten van de Benelux een graad of 13, dat begint er toch al wat meer op te lijken. En zondag gaan we dan ineens naar een 20 graden die op de weerkaarten staat. Dus vooral in Vlaanderen is dat mogelijk, ook in het zuiden van Nederland verwacht ik 20 graden. Voor het midden en noorden van Nederland zijn dat maximaal tussen 14 en 18 graden. En in de Ardennen hebben we zo'n 15 tot 18, lokaal 19 graden. Dus overal gewoon zacht en zonnig en droog weer. Met andere woorden, een top lentedag op zondag. Een conclusie is ja heel duidelijk deze dagen, hè, met vooral in het weekend gewoon top weer. En zeker zondag is het ook nog eens gewoon heel zacht. De eerste warme dag van het jaar lijkt er dus aan te komen. Wat gebeurt er daarna? Wel, op maandag hebben we een grote verdeling tussen west en oost. In het westen hebben we maxima tussen 12 en 14 graden. In het oosten zijn dat temperaturen tot 18 graden, lokaal misschien nog zelfs 20 graden. Nu, waarom hebben die contrasten? Omdat we vanuit het westen een buienzone zien naderen met eventueel zelfs enkele flinke buien daarbij voor maandag in de loop van de dag. Dus dan wordt het toch allemaal wat onstabieler. En eigenlijk ook de dagen daarna hebben we mogelijk kans op wat meer onstabiel weer. Dat kan er altijd in de loop van de dag een bui vallen. Dat is zeker en vast niet zeker. Dus dat wil zeggen dat het vooral lokale fenomenen zullen zijn. Maar vooral richting woensdag bijvoorbeeld zien we in de weermodellen opnieuw een opstoot van warmere lucht tot 20 graden. Dat zou dan weer overal in de Benelux zijn, zowel in het westen als in het oosten. Dus nog niet alles is erover gezegd, over die temperaturen en over dat weerbeeld van volgende week. En wat we wel zo stilaan zeker zijn, is dat het niet meer zoals zondag droog en zonnig zal zijn, maar dat er toch wat stapelwolken zullen zijn en dat er inderdaad dus wel kans is op enkele lokale buien voor volgende week. Maar de constante blijft voorlopig wel dat het ook dan gewoon zeer zacht is voor de tijd van het jaar. En zo lijkt het dus dat we die eerder koele dagen met 8, 9 graden toch wel voor even kwijt zullen zijn. Laat ons hopen dat we dan toch wel een langere periode kunnen genieten van dat zachtere weer. Ik wens je nog een heel fijne avond. Vergeet niet een mailtje te sturen naar weerkaart@noodweer.be om u in te schrijven als testpersoon. En dan krijgt u dus toegang exclusief tot onze nieuwe weerkaartenpagina. Nog een heel fijne woensdagavond en tot zaterdag.